Dus nee, maar, en dat is dus hun kwaliteit. Het moet ook een positieve kritiek zijn. In feite, het is wel een opbouwende kritiek. Met jongens, jullie kunnen dat wel bedenken op de zoveelste etage in het IJzerpaleis. Maar denk ook nog eventjes aan de personen waarvoor je het bedenkt. En maak er zelf eens gebruik van. Dan weet je waar je het over hebt. En dat is over het algemeen is dat niet zo. Want ik zie dus een Peter Smit bijvoorbeeld. Denk niet dat hij met zijn OV-chipkaart ergens naartoe gaat, eerlijk gezegd. Voor de luisteraar. Peter Smit is de wethouder van openbaar vervoer. Ik weet niet of hij het nou nog is. En dat zou kunnen. Je merkt vaak dat dingen bedacht worden zonder dat ze kijkend vanaf de zoveelste etage op de burgerbevolking. En dat is dus niet goed. En dat kunnen wij ze heel erg in helpen. Inderdaad. Denk ik. Laat ik hierbij. Ja. Dit was de overkant. Dit was de overkant. Tot volgende keer. Woensdag. Wat is het vandaag? De 12e. 12e. Was het maar de 11e van de week? Ja, want we hadden heel veel eentjes gehad. Maar er zit nu ook een tweetje bij. 12 januari 2020. Marco Raaphorst, in het huis.